Hey jongens, ik ben Dennis, aka Denneske, en vandaag hebben jullie weer een nieuwe Call of the Black Ops 2 video. En ik dacht van, weet je wat, ik doe eigenlijk alleen maar bij Facecam Friday Black Ops 2, dus nu een keer tussendoor, want Black Ops 2 is natuurlijk leuk. En deze gameplay is van gisteren, ik had gisteren wat Black Ops gespeeld, ik wou deze gameplay eigenlijk ook gisteren alvast recorden. Dus ik weet niet wanneer deze online komt. Maar in ieder geval, dit was mijn eerste potje die ik speelde, en het ging eigenlijk gelijk lekker. Ik had gelijk een nuclear, dat hebben jullie waarschijnlijk toch al gelezen in de titel. Dus ik spoil hier niks. Maar in ieder geval, ik haal gelijk een nuclear en deze kill trouwens. Ik snap het, ik raak hem hier en schiet er gewoon zuiver in. Hij wint met een van de zwakste assault drives. Kijk dan. Echte baasactie. Maar oké, in ieder geval, dit is een van mijn eerste gameplays. En ik dacht dus, een keertje weer Black Ops 2 spelen. Want ik had nou Call of the Ghost max prestige gehaald. Ik ben hoogste level, dus ik dacht, nou, een keertje weer Black Ops 2 is leuk voor de afwisseling. Ik heb er niet heel veel mee te halen bij Ghost. En het ging eigenlijk dus gewoon gelijk lekker. Alleen vond ik de sensitivity een beetje wennen. Ik weet niet of ik dat in deze video verander of de match hierna. Maar in ieder geval, ik heb hier mijn sensitivity op 9 staan. En volgens mij kan hij bij Call of Duty Black Ops 2 op 20. Als ik het goed heb, ik weet niet 100% zeker. Maar volgens mij wel. In ieder geval, ik zet hem hier daarna op 8. Want ik vond 9 best hoog. En best grappig. Want ik heb altijd op sensitivity 20 gespeeld. En op 10 in ieder geval overal de hoogste sensitivity mogelijk in elke Call of Duty. En sinds Call of the Ghost heb ik hem laag gezet. En nu speel ik zelfs op sensitivity 5. En ik heb niet het idee dat ik juist slechter speel. Ik heb juist het idee dat ik meer mijn shots raak. Dus ik heb ooit een video een tijd terug gemaakt van hoge sensitivity is beter. En half, denk ik. Ik denk het half. Want aan de ene kant heb ik soms wel dat ik momenten heb van, als ik mijn sensitivity naar hoger had staan, had ik gewoon dikke turn-ons kunnen doen. En dan zou ik de gunfight hebben gewonnen. Dat is waar. Maar nu heb ik soms wel het idee dat ik mijn shots vaker raak op grotere afstand. Vooral omdat ik nu ook met submachine guns heel veel speel. En dat scheelt natuurlijk ook een hoop. Dus ik denk als jij gewoon pub speelt, dan de hoge sensitivity wel kan. Maar als jij bijvoorbeeld League Play gaat spelen, of misschien Clan vs Clan of zo, of iets wat competitive based is, is het misschien beter om hem iets lager te hebben staan. Want dan is het gewoon heel belangrijk dat je de shots raakt. Want 9 van de 10 mensen in competitive zijn wel echt goed. En als jij ze mist, dan raken ze jou wel. Dus in ieder geval, ik zou gewoon zeggen, laat je sensitivity gewoon staan zoals je staat. Als jij het gevoel hebt dat die hoger moet of lager moet, dan moet je dat doen. Maar zolang je er gewoon langer mee speelt, dan vind je dat waarschijnlijk wel fijner. En dan maakt het allemaal helemaal niks meer uit. In ieder geval, deze gameplay was dus een nuclear gameplay. En ik had op zich best wel geluk gehad. Want ik had hem nog net voor het einde, want heel veel enemies ragequitten constant. Dus dat was wel een beetje fucked up. Maar ik had nog geluk gehaald. En de match hierna niet, maar een paar matches daarna had ik weer een dikke streak. Om halverwege een keertje 15 of zo, dat is niet zoveel. Maar tegen het einde had ik weer iets van 8 in de gunstreak. En toen was de match afgelopen, was wel jammer. Dat was met de Scarra. Of de Scarrel, ik weet niet eens meer wat het is. Volgens mij Scarra. Maar in ieder geval, dat was op zich ook wel een mooie gameplay. Daar had ik hem alleen net niet gehaald. Maar in ieder geval, deze video wil ik het eigenlijk hebben over gedeeltelijk over Black Ops 2. Niet echt gebaseerd op Black Ops 2, maar in dit geval gaat het over Black Ops 2, want ik heb toch Black Ops 2 gameplay op de achtergrond. In ieder geval, laatst zijn er weer wat camo's uitgekomen voor Call of Duty Black Ops 2. En die zijn op het moment alleen nog op de Xbox uit. Die komen waarschijnlijk over een paar dagen of een paar weken wel op de PlayStation en op de PC. Alleen, in ieder geval, dat zijn microtransacties. En er waren 4 camo's. En dat waren Beast, Deadman's Hand, Octane en Weaponized 115. En die laatste, dat is volgens mij echt een van de vetste camo's ooit in Call of Duty Ghost. Of nou, niet Ghost, zeg nou. In Call of Duty gewoon algemeen. Niet in Ghost, niet in Black Ops, niet in Modern Warfare. Gewoon in het algemeen. Die ziet er echt zo fucking vet uit. En ik heb zelf die camo natuurlijk niet, want ik speel de PlayStation 3 en de PlayStation 4. Alleen, ik heb die camo natuurlijk ook al op YouTube gezien en zo. En het ziet er gewoon zo vet uit. En die camo die is gebaseerd op de Pack-a-Punch camo van Origin. En dat is dus de laatste zombie map. En die map ga ik waarschijnlijk nog een keer recorden. Mensen hadden laatst gezegd van, je zou hem toch doen? Ja, die zou ik doen. Alleen ik heb het nog niet record. Ik ga dat hopelijk zo meteen doen. Als deze video aan het uploaden is, dan heb ik toch tijd genoeg. Maar in ieder geval, daar hebben we het nog niet over. Wat ik dus over heb, in ieder geval al die microtransacties, die komen nou ineens. En aan de ene kant is het raar, want de game is eigenlijk als het ware afgeschreven. Want er is een nieuwe Call of Duty, Call of Duty Ghost. En dan is meestal de oude Call of Duty is klaar. Daar wordt niks meer aan gedaan. En toch zien we nou dat er nieuwe camo's uitkomen. En aan de ene kant vind ik dat een beetje dom, want Call of Duty Ghost die is nieuw. En dan wordt meestal Black Ops dan niet zo heel veel mee gespeeld. Ook al is het zo dat Black Ops nog heel veel gespeeld wordt. En waarom dat is, het is een goede game, dat vind ik op zich wel. Alleen ja, ik vind zelf Ghost fijn te spelen op het moment. En misschien komt dat natuurlijk omdat ik op PlayStation 4 speel. En het ziet er gewoon veel beter uit. Het is gewoon chill om op PlayStation 4 te spelen natuurlijk. Dus misschien dat dat de reden is. Maar in ieder geval, waar ik aan zat te denken is, aangezien ze nou ook die microtransacties doen. En aangezien nou die rotatie eigenlijk tussen de verschillende bedrijven, dus, of ja bedrijven, makers eigenlijk. Dus Activision, Treyarch en nou Sledgehammer.
Er zit dus eentje extra bij, de Sledgehammer. En dat duurt dus een jaar langer voor een nieuwe Call of Duty uitkomt. Dus het duurt ook een jaar langer totdat er een nieuwe Call of Duty uitkomt met zombies. Dus ik zat eraan denken, misschien, heel misschien, zouden we ook nog nieuwe zombie-mappen kunnen verwachten. En toevallig laatst ook al comments van mensen van... ja, als de nieuwe zombie-map uitkomt, ga je die dan uploaden en zo. Ik zei, er is nog helemaal niks bekend over een nieuwe zombie-map. Maar het zou in principe best wel kunnen. Aangezien ze nou een extra jaar hebben, dan zou je aan de ene kant kunnen zeggen... ja, dan hebben ze dat jaar natuurlijk de tijd om aan een nieuwe Call of Duty te werken. En dat is waar. Maar dat is eigenlijk altijd zo. Waarom zouden ze überhaupt DLC uitbrengen? Ze zouden die mensen ook weer op een nieuw project kunnen zetten, op een nieuwe Call of Duty. En doen ze ook niet, ze doen altijd op DLC's. En dat komt omdat DLC's gewoon veel geld in de laadje brengen. Vooral DLC's van Treyarch, omdat daar die zombie mode bij zit. En ja, ik weet niet of dat überhaupt kan, omdat met Origins het als het ware afgesloten zou moeten zijn. Ik heb die Easter egg dus niet gedaan, dus ik weet ook niet helemaal of dat het afgesloten is, al die zombie shit. Volgens mij niet, want ze kunnen altijd weer iets randoms verzinnen. Dus ik hoop het niet. Maar in ieder geval, ik hoop persoonlijk wel dat er een nieuwe DLC uitkomt voor Black Ops. En dan wel met zombies. Want ik zou dat sowieso kopen. Alleen dan is het een beetje een probleem. Hoe doe je dat met die Season Pass? Ik denk dat een van de redenen is waarom ze dat niet doen. Want die Season Pass zijn volgens mij ook al verlopen. Want laatst was er ook iemand, trouwens deze keer, ik wist niet eens dat ik kon campen. Er was laatst iemand die vroeg mij van, ik heb DLC gekocht. Nee, sorry, de Hard Edition gekocht van Modern Warfare 3. Met dus die Season Pass erbij voor alle DLC. En die Season Pass is verlopen. En hij vroeg van, ja, hoe kan ik dat dan doen? Ja, ik zei van, ja, ik zou gewoon contact opnemen met die mensen. Persoonlijk denk ik dat je weinig kans maakt, want het is gewoon verlopen. De game is gewoon al 2 jaar oud of meer. Dus ik denk niet dat je er heel veel aan kunt doen. Maar bijvoorbeeld bij een Season Pass van Black Ops 2, dan denk ik dat is wel een beetje een probleem. Want als die dingen verlopen zijn nou, dan zou je bijvoorbeeld die nieuwe DLC niet kunnen krijgen. En ik geloof niet dat ze die gratis zouden doen. Dus dat zou een van de redenen kunnen zijn waarom ze geen nieuwe zombie DLC's doen. Of ja, eigenlijk gewoon complete DLC's met maps en alles. Dus in ieder geval, ik hoop in ieder geval dat we dat kunnen verwachten in de toekomst. Want dat lijkt me echt uber vet. Hier zit ik op Brutal. En ik dacht echt van, alsjeblieft niet choken. Alleen ik had weinig tijd. 170 punten, maar volgens mij waren er maar 3 enemies over of zo. En dat is het probleem altijd. Op het einde ga je altijd rennen, want je wil die kills hebben. Je denkt van, oh shit, wacht, ik ga hem achter de koffer staan. Dan komt hij ineens van links. Oh shit, daar staat iemand als die kerel wel had gezien, jongen. Soms moet je een beetje geluk hebben met Call of the Ghost. En met Call of the Black Ops 2. En eigenlijk al Call of Duty. Dus ik zeg iedere keer Call of the Ghost als ik Call of Duty wil zeggen. En ja, dat is gewoon... gewoonte, weet je. Het is een nieuwe Call of Duty, dat speel je meestal. De meeste mensen zouden nou Call of Duty Ghost moeten spelen, omdat het gewoon het nieuwste is. Alleen dat is dus niet het geval. Vooral als je nou die playlist kijkt ooit op Call of Duty. En dat scheelt natuurlijk ook wel, je hebt nou verschillende generations. En check hem hier even achter me spawnen, klootzak. Ik heb hem hier in ieder geval gehaald. Maar dat is een beetje het probleem. Als ik nou bijvoorbeeld kijk op die playlist van Call of Duty Ghost, dan denk ik, ah, er zijn weinig mensen online. Maar er zijn natuurlijk nou veel meer consoles. Je hebt die Xbox 360 en de PlayStation 3. Je hebt ook nog steeds de Xbox One en de PlayStation 4. En natuurlijk nog die PC, ook al denk ik niet dat heel veel mensen Call of Duty op PC spelen. Maar in ieder geval over het algemeen denk ik dat Call of the Ghost echt nog wel veel gespeeld wordt. Als je in ieder geval alle consoles bij elkaar optelt. Maar in ieder geval, de final kill kwam hier. Ik had hem hier al gehaald volgens mij. Dit was volgens mij 31 kill of 32 kill, denk ik 32. Maar in ieder geval, ik hoop het leuk vond. Laat alsjeblieft een like achter. Laat in de comments achter wat jullie denken of dat er nog ooit nieuwe DLC uitkomt voor Call of Duty Black Ops 2. En dan bedoel ik echt met maps en zombies. Of denken jullie, zullen ze gewoon bij camo's laten? Ik denk dat camo's het meest voor de hand liggende is. Maar complete nieuwe maps zou enorm vet zijn. En ik zou ze zelf wel kopen. In ieder geval, ik hoop het leuk vond. Laat eens een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer. Houden we.